Ja, ik druk net mijn document weg. Handig dit, Lemming. Ja, sorry. Ja. Kan ik gewoon beginnen of doe hem even opnieuw? Ja hoor, ik knip alles eruit. Oh, top. Of niet? Of niet. Ja, en misbruikt het later tegen. Dat kan ook. Mag, mag. Ja, hoezo fouten maken mag. Helemaal niet bij een rekenijmer. Want als jij fouten maakt als je de podcast wordt opgenomen, dan gaat hij je gewoon later ermee pesten door dingen aan het einde te plakken. En dan naar prijsvragen over te bedenken. HE? Ik voel je in de Hallo en welkom bij de 29e aflevering van de Learn Podcast. Mijn naam is Flemming van der Graaf en samen met Valentina David en René Kneijber maak ik deze podcast waarin we praktische tips en tools bespreken over het onderwijs. Nou, de vorige aflevering ging het over het boek Nieuwe Onderwijsruimte. En vandaag gaan we het hebben, nou, je raadt het al, over formatief handelen. Maar in dit geval over formatief handelen voor dummies. En dat doen we naar aanleiding van een uh, artikel wat geschreven is in een blad over examens. Van Helene Hesselink. En uh, ja, die schreef eigenlijk uh, ja, een aantal dingen. En dat ging onder andere over ja, wat is formatief nu precies? Wat is formatief handelen nu eigenlijk? Is er eigenlijk een definitie? Nou, ja, nee, ze, had, ze heeft ons alle afleveringen. Je moet even goed vertellen, Fleming. Ze Komt. heeft alle afleveringen geluisterd. Nou, ten eerste, zullen we daar even een applaus voor geven? Eerlijk. Ja. Eh, eh, heel goed, heel dapper, vooral. En, en uh, volledige uh, credits van ons uit. Alleen, um, ze had ook wat. Feedback. Ja, feedback. Daar, dat dank je, dat wordt zocht ik. <laughs> um, we waren uh, niet zo gestructureerd. Uh, soms kwamen er heel veel afleveringen in één keer en dan weer heel lang niet. Ja, geen idee waar dat aan ligt. En, um, we ik ga hadden... niet zeggen dat het allemaal jouw schuld is. Nee, doe maar niet. Doe maar, maar, maar het zou kunnen. En, het is een, een hypothese die we zouden kunnen onderzoeken. Nee, ik ondersteun die niet. Sorry. Maar. Um, ze gaf ook aan, en dat vond ik een, een interessant punt los van de structuur en de planning, um, dat we eigenlijk best wel direct vertrekken over formatief handelen, zonder dat er een soort, nou ja, uitlegaflevering is of een aflevering formatief handelen voor dummies van wat kan je nou eigenlijk, wat moet je er nou eigenlijk bij onder verstaan? wat is het nou wel, wat is het nou niet? En nou ja, als onze hele podcast of heel veel van de podcast eigenlijk draait om uh, formatief handelen en alle andere thema's die daar. Mee uh, in aanraking komen. Of die, die, die dat raken, dan dachten we, misschien is dat toch wel een heel goed idee. Ik vind het een heel slecht idee. <laughs> ja, want uh, mensen kunnen het gewoon een beetje googlen, uh, toch? Ja. Of niet? Ja, maar als je ja. googelt, kom je zoveel verschil tegen. Hè? Ja, maar we hebben, zulke, we hebben ook leuke artikelen op de website. Hè? Bijvoorbeeld uh, nou ja, van, uh, van jou en Hilly uh, Flemming over de vijf basisprincipes voor formatief handelen. Ik zou stel voor dat onze luisteraars dat gewoon gaan lezen. In plaats van dat wij nu dan... Uh, dan Kunnen we dan iets anders doen nu met hemelvaart? <laughs> hebben we dan vrij? Het <laughs> <That> is redelijk. <laughs> ja, nee, dat is... Ja, uh, yeah, yeah, yeah. dus... Uh, maar misschien... Uh, is het ook wel leuk voor al die mensen die, die niet houden van lezen, maar gewoon uh, eh, tijdens het grasmaaien of uh, het wandelen of de klusjes of uh, ja, toch niet willen luisteren? Ja, of, of gewoon mensen die ons heel graag willen horen, René. Die heb je ook blijkbaar. Ja, zonder dat, je eigenlijk, uh, dat het uitmaakt waar het precies over gaat. Ja, maar er schijnen ook mensen wakker te schrikken van jouw stem, heb ik begrepen. Ja, dat is alleen voor de zielige studenten die verplicht moeten luisteren naar deze podcast. En, uh, <laughs> ja. en dan is vallen en dan weer wakker schrikken vooral van mijn stem eigenlijk. Dat is wel interessant. Ja, ja, hoe komt dat? Niet wat, wat zegt dat over jouw stem? Nou, ja, ik denk dat ze vooral moeten luisteren naar de afleveringen waarin, uh, waarin ik gewoon begonnen was. Zonder dat jij al in ja. Nederland was. Uh, Belachelijk. Ja, lachelijk. Ja, ja, dat is gewoon... Uh, dat was ja, jouw straf doen omdat je op vakantie was. Ja, ga je het nog een keer goed maken of uh, blijft het hierbij? Ik weet niet zo goed hoe ik dat zou moeten doen. <laughs> dit duurde te lang, René. Dit duurde te lang. <laughs> We krijgen natuurlijk ontzettend veel vragen over formatief handelen. Dus we hebben gewoon eens even teruggekeken op onze LinkedIn en op, in onze mail. En, uh, en terugdenkend aan alle bijeenkomsten die we hebben gegeven. Ja, wat zijn nou typische vragen die, die beginners stellen over formatief handelen? Dus uh, nou ja, een belangrijke vraag is, is natuurlijk. Wat is nou het verschil tussen formatief toetsen, formatief evalueren en formatief handelen? Nee. <laughs> Zij je nog heel zachtjes en fluisterend. <laughs> nou ja, kijk, dat is, dit, is, dit is het irritante van taal en ook het belangrijke van taal. En um, heeft onder andere ook te maken met hoe, hoe je het vertaalt vanuit het Engels. En in het Engels wordt zowel formative assessment als assessment for learning gebruikt. Welke is ook alweer ouder? Nee, dat weet jij beter. Uh, volgens mij is uh, assessment for learning is de, is ouder. Ja, Dat die is komt oorspron oorspronkelijk, ja. Dus je had uh, Benjamin Bloem en nog iemand, waar ik de naam altijd van vergeet, uh, die een beetje rond dezelfde tijd daarover publiceerde. Dat was rond 1967, 1968. Zijn eerste artikel over het onderwerp. En uh, die hadden het over uh, assessment for learning. Uh, later heeft uh, Dylan William uh, eigenlijk ja, de term formative assessment meer. Gepopulariseerd. Ja. ja, en assessment vertaalt zich eigenlijk niet helemaal lekker naar het Nederlands. Dus we uh, assessment is eigenlijk, zou je veel ietsje breder kunnen zien, tenminste, zover ik het begrijp, dan het woord toetsen alleen. En het nadeel is ook, kijk, je moet het toetsen dan in de brede zin van het woord begrijpen. Maar dat doen we vaak niet en daar ontstaat ja, de grootste en misschien wel de meest hardnekkige misvatting. Uh, want. Wat is jouw associatie, Fleming? Als ik tegen jou zeg, waar moet je aan denken bij het woord toets? Nou, dan staat er een klaslokaal voor me met iedereen aan zijn eigen tafeltje, toetspapier ervoor, een pen. En uh, hier heb je je toets. 60 minuten succes. En uh, ja, schrijf, maak maar de toetsvragen. Terwijl dat is natuurlijk niet waar we het hier over hebben. Nee, precies. En dan sowieso moet de docent natuurlijk nakijken. De rode pen komt erbij, daarna volgt er een cijfer en dan is het klaar. Dus we moeten heel snel denken aan ja, een proefwerk, een zootje, een tentamen, een examen uh, bij het woord toetsen. Maar eigenlijk zoals het dat, dat is niet waar uh, formatief toetsen of formatief handelen, zoals we natuurlijk veel liever zijn gaan noemen, mee te maken heeft. Want het is veel meer didactiek die je inzet om informatie op te halen over leerlingen van het leerproces waar je mee bezig bent. En Um, formatief toetsen heeft dus onbedoeld heel veel ruis, heel veel misvattingen rondom dit concept veroorzaakt, omdat iedereen dacht aan, oké, okay, het is dus zoiets als een diagnostische toets, je moet dus blijkbaar een oefentoets, een oefentoets precies geven, um, daar mag je dan geen cijfer voor geven, die moet je vervolgens wel nakijken, want het is vrij groot in zijn vorm. En uh, dat is het dan. En dan ben je goed bezig. Dat moet je dan allerlei magische, goede dingen opleveren. Ja, en volgens mij was het dan ook nog eens een keer dat, 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 dat bij zo'n oefentoets, als dan gaat de formatieve toets, ja, gaat zo'n leerling dan, moet hij dan leren, moet hij dan niet leren. Uh, ja. Terwijl dat is volgens mij bij, bij formatief handelen helemaal niet aan de orde. Want het gaat er juist om dat je elke keer wil zien, hé, hey, waar staat die leerling nu? Je wil informatie ophalen voor, ja, hoe gaat het met die leerling? Ja, precies. Ja, dus het is niet heb je geleerd ervoor, maar gewoon wat weet je nu? Wat begrijp je nu? Of wat begrijp je juist nog niet? Welke misvattingen heersen er nog? En wat ook heel belangrijk is, is um, er zit een heel groot probleem in die vorm. Als je namelijk de toetsvorm hanteert, is die veel te groot, want hij bestaat bijna altijd uit minimaal tien vragen. Um, en als je dan vervolgens dat weer inneemt, en dat wil gaan analyseren en gaan interpreteren, die informatie over dat leerproces. Ja, ik zal je zien dat die antwoorden van leerlingen en die informatie dus enorm uiteenloopt. Er zullen zijn, sommige leerlingen zijn die het allemaal al heel goed begrijpen. Uh, sommige vragen worden slecht, be uh, slecht beantwoord. Andere vragen worden half goed beantwoord. Noem het maar op. Dus het kost je sowieso ontzettend veel tijd om al die informatie te analyseren. Dat is probleem nummer één. Ja, en probleem nummer twee, en die is misschien wel uh, nog erger, is dat je niet. Een snelle uh, geïnformeerde vervolgstap kan maken. Omdat je dus niet goed weet waar je nu op moet gaan inspelen. omdat die antwoorden ook zo uiteenlopen. Dus het is eigenlijk een soort sleepnet wat je uitgooit. met heel veel diverse antwoorden die daar omhoog komen. Een soort uh, zoals René altijd zo mooi zegt: zeewier, visje 1, visje 2, een beetje plastic. Nou ja, en dat, dat leg je dan uit op het strand. En dan denk je: ja, wat zal ik dus nu gaan doen? Terwijl je wil eigenlijk speervissen. Je wil heel gericht, met heel veel focus. Uh, bepaalde informatie over het leerproces ophalen. En daar moet jij dus van, als docent ook van tevoren, dus proactief goed over hebben nagedacht. Van wat is nou een goede vraag om te stellen? En dat moeten er dus geen tien zijn. En die moet je ook niet allemaal gaan na, moeten nakijken enzovoort. Om dan vervolgens te kunnen bepalen wat een goede vervolgstap is in dat leerproces. Ja, als ik een rangorde zou moeten maken van hè, slechtste term naar beste term. Dan zou de slechtste term zou ongetwijfeld zijn: formatief toetsen omdat wat mensen doen is, dan gaan ze ook ze gaan denken in termen van objecten. He, dus uh, zeker in het begin had je, had je gewoon mensen die zeiden, ja ik ga jou een formatieve toets verkopen. He, je hebt hier een toets die is formatief. En als je het niet goed begrijpt, dan hoor je ook vaak docenten zeggen van, ja, oh, dat uur is een formatieve toets gepland. En dan denk ik, huh? he, dat, wat, wat is dat? He, het is niet een, een eigenschap van een object, he, maar het is... Eh, eigenschap van een proces. Hè? Dus dat maakt eh, formatief evalueren natuurlijk alweer wat beter eh, dan de term formatief toetsen. Maar ook daar zijn natuurlijk veel mensen die gaan denken in termen van beoordelen. Hè? En eh, je gaat iets doen en vervolgens gaan we een oordeel vellen over hoe dat ging. Hè? Maar, ja, en, en, maar wat eigenlijk daar ook een beetje uit beeld verdwijnt. Is dat het gaat over he, een proces he, waarin mensen dingen moeten gaan doen. He, dus dat is ook uh, iets waarom ik eigenlijk formatief handelen zelf het beste vind, los van dat ik de term zelf heb verzonnen. <laughs> is de, ja, is dat. Ik ben natuurlijk niet een uh, helemaal uh, objectieve beoordelaar die, die dit dan uh, in een rangorde kan plaatsen. Maar dat is wel. <laughs> he, als, als je wens vraagt van ja, he, wat, wat, wat is? Nou ja, formatief evolueren, formatief handelen. En dan denk ik toch dat handelen de aandacht meer richt op hetgene waar het. Ja, om gaat. ik ja. ben het er wel een beetje eens van. Het gaat over iets doen, het gaat over actie. Je kunt ook heel mooi naar het Engels vertaald, uh, formative action. Weet je, het gaat om uh, die vervolgstap. Het gaat om inspelen en iets doen met die informatie. En dat is ook iets wat docenten, als ze net beginnen met formatief handelen, uh, bijna vaak het allermoeilijkste vinden. Weet je, ze zijn dan wel in staat om die informatie op te halen. Uh, en dan lopen ze een beetje vast en denken ze uh, ja, en dan en dan denken ze oh, ik heb tijd tekort lessen enzovoort. En dan laat ze het maar zitten. Terwijl ja, daar zit nou juist de winst. Dat je gaat, gaat handelen naar die informatie die je hebt opgehaald. En ik vind bij formatief evalueren blijft dat kan je dat nog een beetje zo in het midden laten. Van nou ja, ik kijk ernaar en we evalueren dat. dat. We hebben misschien een gesprekje en dan gaan we verder. Terwijl het gaat juist om dat je geïnformeerd, echt gerichte vervolgstappen gaat. Gaat maken op basis van die informatie die je hebt opgehaald. Ja, ik moet altijd denken aan. Uh, op de school waar ik vroeger werkte. Er werd, er werd regelmatig geëvalueerd door de schoolleiding. Hè. Laten we dit evalueren. En dan werd er vervolgens nooit iets mee gedaan. Hè. Dus. Uh, <laughs> dus dan, ja. het, 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 dat is altijd mijn associatie bij evalueren. Van oh ja, dan denk ik. kijk hoe iets zit. en dan vervolgens doe je er niks mee. Hè. Dat is, uh, nou ja, dus dat is misschien mijn eigen negatieve associatie. <laughs> ja, en ik heb bij um, bij formatief toetsen altijd. Uh, het idee dat mensen denken het is één keer want je doet het gewoon een keer af en toe een keer terwijl hmm. volgens mij het belangrijkste van formatief handelen is is dat het een cyclisch proces is en dat je het her, uh, eigenlijk herhaalt en dat je het meerdere keren doet in een les in een lessenserie uh, juist om elke keer weer te kijken "Hé, hey, waar staan die leerlingen nu en ik merk bij formatief uh, toetsen dat mensen denken ik doe gewoon één keer iets en klaar ja. Waar ook best wel wat uh, vraag vaak naar is, en ook soms ruis over bestaat, is de definitie rondom formatief handelen. Ook als je die googelt, dan kom je soms wel verschillende tegen. Soms kom je ook uh, een definitie tegen die eigenlijk geen definitie is. Um, en er is wel een definitie die wij graag hanteren. Die hebben we vertaald uh, vanuit het Engels, en die komt oorspronkelijk van uh, Paul Black en Dylan William. En René kan hem uit zijn hoofd, dus René gaat hem vertellen. Uh, ja, ik ga proberen hem uit mijn hoofd te doen. Maar... Maar er zijn inderdaad er zijn heel veel definities en er zijn uh, misschien wel een stuk of tien uh, definities in de omloop. En daar zitten natuurlijk uh, ja, allemaal elementen in die overeenkomen of verschillen. Maar over het algemeen wordt die van Black en William toch als het beste beschouwd. Hè? Dus die hebben ze in 2009 uh, ja, hernieuwd eigenlijk. En uh, waar, waar Dylan William eigenlijk altijd op wijst is dat uh, de termen formatief en summatief, uh, die slaan niet uh, op een een object hè? dus je hebt geen formatieve toets, maar die gaan over de beslissing die je neemt op basis van de informatie die je ophaalt. Hè? Dus en die in hun definitie is het zo dat uh, ja, hè, wat zij eigenlijk opschrijven is dat uh, ja praktijken in een les hè, dus de, hè, wat wat mensen doen in een les, dat is formatief in zoverre er er daadwerkelijk ja bewijs wordt opgehaald hè, of informatie wordt opgehaald. Die, uh, die ook door leraren en leerlingen benut wordt om volgende stappen te ondernemen in het instructieproces, die vervolgens beter on of beter onderbouwd zijn dan de beslissingen die je zou nemen in de afwezigheid van een dergelijk verzameld. De verzamelde informatie. Dus, dus wat ze in feite zeggen, is: van ja, je neemt altijd volgende stappen in je onderwijsproces. Dus je, je, je zet dingen achter elkaar, je zegt: ja, ik doe een instructie en daarna doen we opdrachten. En als je vervolgens op zoek gaat, bijvoorbeeld na een instructie, om te kijken of, uh, ja, van wat is eigenlijk de stand van zaken? En op, die, op basis van die informatie maak jij of je leerlingen een beslissing over: oké, okay, wat zullen we nu dan gaan doen? Uh, ja, dan is zo'n keus waarschijnlijk eh, of vermoedelijk beter dan dat je die informatie niet zou hebben opgehaald of er niet naar zou hebben gekeken. Eh, dus, uh, nou ja, goed. En dat is natuurlijk deels is dat een aanname waar, waar sommige wat, uh, ja, uh, cursisten soms ook dan zeggen: van nou, is dat eigenlijk wel waar? Is het dan altijd beter? Eh, maar ik denk wel dat dat uh, zo is. Hè? Dus uh, dat je doordat je je interesseert in van ja wat hebben ze eigenlijk begrepen van mijn uitleg of wat hebben ze begrepen van mijn les dat je vervolgens ook eh, of zij zelf betere beslissingen maken over wat ze te doen staat ja ik denk dat het helemaal waar is want in plaats van dat je gewoon je instructie geeft zoals ik heel veel heb gedaan jarenlang en nou ja soms dacht wauw mezelf een schouderklopje geven dat heb ik goed uitgelegd of die les ging lekker of wauw ze deden super goed mee uh, en dan denk je dat ze ook daarmee goed dat er goed geleerd is. En toen ik dus begon met formatief handelen, kwam ik er echt pijnlijk achter <laughs> dat ik een hele leuke lessen kon geven en dat leerlingen superleuk konden meedoen en dat mijn instructie heel mooi was of uit de verf of nou, goed uit de verf kwam maar op. En dat er helemaal niet zoveel geleerd was of dat 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 er bepaalde misvattingen nog enorm heersten. Dus ik ik ben het heel erg eens met die uh, stelling omdat ik hem zelf ook heel erg of uh, definitie moet ik zeggen uh, omdat ik hem zelf ook heel erg zo heb ervaren in mijn eigen onderwijspraktijk, dat als je gericht vragen gaat stellen en op zoek gaat naar wat zit er nou in die copies van die leerlingen, ja, dat je dan mm, pijnlijke en hele interessante ontdekkingen doet, waardoor je wel die informatie die je op had gaat gebruiken om na te denken over hoe je verder wil en gaat. Ja, en het mooie is dat niet alleen je als docent die informatie krijgt, maar ook die leerling krijgt de informatie en uh, inzicht over waar die eigenlijk staat. Want dat vond, vond ik heel interessant, dat ik kreeg eigenlijk allerlei informatie uit mijn klas en ik ging... formatief handelen. Maar je zag ook dat leerlingen zelf... dachten, oh, ik dacht dat ik... dit snapte. En oh, toch... snap ik het niet. En dat, dat beseft... zorgt ook uh, bij hun dat ze anders... Uh, naar een uitleg gaan luisteren... of dat ze anders naar een, een verdere instructie... gaan luisteren. Of dat ze anders met een verdiepende... opdracht aan de slag gaan. Dat ze denken, wacht even... ik voel de urgentie om hier wat mee te doen. Dus ook dat vond ik eigenlijk... Ja, heel waardevol aan dat proces... van formatief handelen. Ja. Ja. Ja, en wat ik, uh, wat ik ook interessant vind, is gewoon die term formatief. Hè, wat natuurlijk een beetje ja, een anglicisme is. En, uh, in het Engels zeg je bijvoorbeeld van ja, those were formative years. Dus je, je hebt dingen meegemaakt, die hebben je gevormd. En in zekere zin kan je, zou je ook kunnen zeggen dat uh, je kan best zeggen ja formatief handelen, zou je ook vormend handelen kunnen. Noemen. Hè? Je gaat nooit zeggen. Oh, ik ga. Over een uur ga ik een vormende toets afnemen. <laughs> dat is natuurlijk super... <laughs> <laughs> een. Dan denk je: wow, wat is dat voor toets? Weet je wel, wat, ze, ja. wat ga je die kinderen vredesnaam aandoen? Maar waar het natuurlijk om gaat, is gewoon het hele proces zelf. Hè? Dus je. Dat is vormend. Dus je kijkt waar ze staan. Zij worden zichzelf ook bewust van waar zij moeite mee hebben. Je kijkt waar ze staan ten opzichte van bepaalde doelen. Of leerlingen krijgen een idee van hoe de doelen er precies uitzien. En vervolgens ben je dan bezig om ze ook meer te vormen richting een bepaald doel. waarin jij ook van hun meer eigenaarschap vraagt in het leerproces. Om zelf actiever te worden en actiever na te denken over wat zou ik eigenlijk moeten doen. Dus in die zin. Eh, nou ja, eh, zou je eh, ook door het woord formatief meer te bekijken als vormend, als eh, krijg je ook een beter beeld van, ja, wat wordt er nou wat, wat zijn we precies, ja. wat, wat doen we daar nou eigenlijk? Ja. ja, en dan wordt het helder dat het inderdaad een proces is: een didactisch proces, en niet zozeer een instrument wat je inzet. Nee, nee. Ja, nee. het, is, het, het is wel grappig, want jij hebt het over dat doel. Nou, toen ik begon met formatief handelen, nou, dat was niet heel doelgericht, kan ik je ver... Het was gewoon, we gaan wat doen en, en ik ga informatie ophalen. Maar dat doel, dat kwam echt pas veel later. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ik dacht gewoon, oh, dit is eigenlijk een hele goede manier om je leerlingen actief te maken en ook nog eens een keer inzichten te krijgen, hé, hey, waar staan ze nu? Terwijl ik eigenlijk helemaal niet ging nadenken, ja, wat wil ik eigenlijk dat ze kunnen? Ja. ja. Ja, ik vind het ook een beetje. Ik vind het nog wel een beetje een manko aan die definitie van Black and William, eh, omdat eh, eigenlijk gaat dat alleen maar over de volgende stap in het instructieproces. En in zekere zin is dat heel sterk, omdat je natuurlijk zegt van ja. Uh, daar kun je heel veel dingen aan ophangen. Bijvoorbeeld, als je feedback geeft, hè, moet er een vervolgstap zijn. Eh, dus dat, dat past in dit plaatje, hè, van je, je, bent, uh, je geeft feedback en hoe je dat ook geeft. Het zou je een beeld moeten geven van, ja, wat ga ik hè, als leerling, of wat ga ik als leraar nou eigenlijk doen hè, in, de, in de vervolgstap. Maar er is altijd een vervolgstap. Ja, dat is op zich wel sterk. Uh, maar wat er bijvoorbeeld niet zo in terugkomt in deze definitie, of wat, ik zou dat lastiger vinden om te plaatsen, is bijvoorbeeld kwaliteitsbesef bijbrengen. Hè, waarvan uh, William zelf zegt: van ja, dat is een van de kernstrategieën van formatieve handelen. Dat zou ik ook zeggen. Maar dat heeft eigenlijk in deze definitie. geen plek. Heeft dat niet zo'n plek? Behalve dat het een hulpmiddel is om dit beter te kunnen. Hè, want als, als, als leerling of als student. zul je kwaliteitsbesef moeten hebben om, om ja, na te denken over. Ja, wat, wat wordt mijn volgende stap? Dus in die zin past hij er wel bij. Maar ik vind dat het doel. Ja, is nog een beetje. Achterwege hè. Dus het is, uh, je zou ja. ook een serie stappen kunnen zetten zonder dat het echt ergens naartoe gaat. In, in zekere zin hè. Dus uh, dat doet natuurlijk niemand. Nou, maar, nou, ja, kan, kan ja. heel goed, kan ik je ver, ver, verklappen uit mijn begin van mijn carrière. Dat is heel <laughs> goed mogelijk hoor. <lacht> <lacht> gewoon, gewoon het gaan doen op moment. Omdat je denkt, het is nuttig. Zonder echt na te denken over dat doe. Ik denk, ik denk dat zeker als je begint, dat dat vaak de valkuil is. Ja, we zijn gewoon heel erg snel geneigd om te denken in activiteiten. En ook door uh, activerende werkvormen. Weet je, dat is ook zo'n mooi, mooie term. Denk je al heel snel van als ze maar actief bezig zijn. Als ze er betrokken uitzien, dan... Is het goed? Dan wordt er geleerd. Dan, dan leren. Ben, Ja, dan ben ik goed bezig. En door formatief handelen kwam ik daar dus echt achter van dat is helemaal niet zo. Je kan precies wat jij zegt, Flemming. Je kan inderdaad een hele serie stappen, een hele serie activiteiten plannen, waarbij ze super actief en zelfs soms ook heel gemotiveerd als je gamificationachtige dingen erin doet. Uh, met, dan kunnen ze echt heel betrokken en fanatiek bezig zijn. Maar nogmaals, er wordt niet per se echt geleerd of de juiste dingen geleerd. Dus je bewustzijn van je onderwijsontwerp, nou ja, daar schrijven we natuurlijk ook uitgebreid over uh, in ons recent verschenen boek, um, uh, is cruciaal. Wil je de didactiek van formatief handelen echt optimaal benutten en echt laten slagen, moet je dus doelgericht informatie ophalen. En het stellen van de juiste vraag is heel logisch en ook al als we het daarover hebben en alle trainingen die we geven zie ik iedereen knikken en iedereen is de er altijd mee eens van ja ja tuurlijk logisch uh, juist vragen of uh, kwaliteit van de vraag bepaalt ook kwaliteit van het antwoord maar in de praktijk is dat echt super moeilijk en vraagt dat eigenlijk ook gewoon veel kilometers maken en in verkeerde vragen stellen en je komt de irritant is dus, alleen dat je altijd pas achteraf erachter komt dat het een verkeerde vraag is. Want eigenlijk op basis van de informatie, of aan de hand van de kwaliteit van de informatie die je dan ophaalt, denk je, oh ja, ik heb eigenlijk niet de goede vraag gesteld. Ik had eigenlijk dat, die vraag moeten stellen. Maar goed, um, dat is denk ik ook een heel mooi leerproces voor jou als docent. En hoe langer je voor de klas staat, hoe beter je dat weet. Ja, het is ook een, uh, ik denk dat je als leerling uh, ook een soort overleefstrategie ontwikkelt op school. Uh, in de zin dat uh, op het moment dat je. <laughs> Dat je in de klas zit en je gaat heel vragend kijken van ja, wat. Papa. <laughs> Heeft die me, mevrouw David, het eigenlijk over? Dat je, dan, dat je weet dat je aandacht gaat trekken, zeg maar. Want uh, dan gaat de leraar vragen: van, wat is er aan de hand? Dan begrijp je het soms niet zo goed. Dus je, je ontwikkelt een soort strategie van: oh, ik moet vooral uitstralen dat, dat ik het heel goed begrijp. Oh ja, ja nee, ik begrijp wel wat de opdracht is. Uh, <laughs> ja, ik heb de instructie... ja, precies. Dus volgens mij, om het een beetje vol te houden op school, moet je ook uitstralen: van oh, ik ben enthousiast. Ik, ik begrijp heel goed waar het over gaat. Ja, terwijl, en als, je, als, als docent vaar je toch een beetje ook op de, ja, de non-verbale signalen die je van leerlingen krijgt. Dus je denkt, oh, dat gaat eigenlijk allemaal wel goed. Ik heb het uitgelegd. Ze kijken allemaal nog tevreden. Oké, okay. nou, dus ik ga gewoon verder. Terwijl bij, als je formatieve handelen inzet, dan ga je natuurlijk kijken of ja, wat is er echt aan de hand? En dan blijkt soms dat het allemaal toch een stuk minder optimistisch is dan je op basis van het, de non-verbale informatie die je <laughs> krijgt. Uh, <laughs> Ja, ik denk soms zelfs dat we ze bijna zo opvoeden. Van oké, okay, je moet gewoon je mond houden, luisteren, meeschrijven. En dan, dan, dan gaat het goed. Ja, en dan gaat zo'n leerling daar natuurlijk ook naar gedragen. Dus ik merk dat, dat als je begint met formatief handelen, dat het ook voor leerlingen een hele omslag is. Die denken echt: wat gebeurt daar? Ja Wat... en dat ze dus ook ongemotiveerd zijn, want dat is, is eigenlijk ja. helemaal geen, niet, geen verrassing. Dat is niet iets raars als je daarmee begint dat je dan ineens dat ze daar geen zin in hebben. Nee. <laughs> is, waarom moet dit? Ja. 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 Wat is hier nut van? Ik heb toch nog niet geleerd, meneer of mevrouw? Ja, dus het is, dat is ook heel vaak natuurlijk wat docenten aangeven als ze beginnen met formatief handelen. Van ja, ze, ze hebben helemaal geen zin erin en ze nemen het niet serieus. Nee, tuurlijk nemen ze het niet serieus. Want ja, zij hebben nog helemaal niet door wat het ze gaat opleveren. Zij zien het eerder als last. Want ze moeten ineens vragen gaan beantwoorden en die worden ook nog eens bekeken. Uh, door, of klassikaal, of die worden dan nog besproken en daar, moet, daar wordt dan wat mee gedaan. Dus Precies wat jij zegt, Fleming Het vraagt ook echt even een, uh, een cultuuromslag of een mindshift bij die leerlingen. En je moet dus vooral Doorgaan. Niet ja, de, opgaan, maar, maar dat is hem echt, want dat, dat, ik, ik krijg in HVO 4 altijd maatschappijwetenschappen, een nieuwe groep, en die hebben mij nog nooit gehad, die kennen mij niet. Nou, en de eerste drie <tie> maanden is het altijd didactische strijd, want dan denken ze, God, God daar komt hij weer met zijn herhaalopdracht, en oh, oh, nu moeten we weer, weer laten zien dat we, nou, in mijn geval een kernconcept snappen, en dan moeten we weer laten zien dat we het kunnen toepassen. En op een gegeven moment. Komen er dus aan het einde leerlingen die zeggen dan echt. Ja, ik vind het toch wel handig, meneer. Ik, ik mis eigenlijk <laughs> die voorbeelden. Kunnen we nog? Maar dat, dat, dat is zo'n verandering waar je ze eigenlijk ja, in mee moet nemen. En dat is echt, echt van, de, van, van de lange adem. En in het begin dacht ik wel, doe ik het nou verkeerd? Ik dacht echt, doe, doe ik iets verkeerd? Gaat er iets niet goed? Terwijl nu, nu ik langer bezig ben en denk ik, nee, wacht even. De crux de, de, de zit hem in het lang. Volhouden om, om ja. in jouw woorden te, te blijven, de crux. Ja, ja, nee. En het, kijk, het helpt natuurlijk ook als je het idealiter met zoveel mogelijk docenten doet van een bepaalde klas. Dus zo'n docenten willen natuurlijk al het liefst meteen de hele school uh, omturnen. Ja, de, dat zou heel mooi zijn als dat zo makkelijk zou gaan. Uh, innovatieprocessen, maar dat werkt natuurlijk niet zo. Maar stel je hebt een, een bepaald team van een bepaalde klas of klassen. en je gaat hier echt actief met z'n allen mee aan de slag. Dat is ook mijn ervaring geweest op mijn eigen school. dan zie je heel snel. Wel verandering bij leerlingen, omdat ze van ja muziek tot maatschappijleer, tot aardkunde, wiskunde, whatever, uh, uh, alsmaar gedwongen worden. En, de, en dat zegt in ook altijd heel mooi: het woord dwingen. Je moet leerlingen echt ertoe zetten, ja. want het is een, een oncomfortabele activiteit. Dus heb je hebt hier niet per se zin in. Um, maar als je dat dus bij alle vakken. Moet doen En dat er bij alle vakken gewoon over die antwoorden besproken wordt. En dat er bij alle vakken uh, de veiligheid is dat je fouten mag maken. Zonder administratie en zonder nakijkwerk. En er feedback wordt gegeven. Ja, dan zie je heel snel een cultuurverandering. Ja, want een valkuil die ik daar in het in, in begin had. Ik ging dit doen en toen... Ik ging dit gewoon doen, punt. En ja, je, je doet maar mee. Terwijl um, daarna bedacht ik me... Ja, waarom, waarom zien sommige leerlingen nou het nut er niet van in? Toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik het uitleggen. Dus ik, ik, ik was eigenlijk het hele stapje vertellen waarom ik het doe en waarom ik het zo aanpas, was ik eigenlijk volledig vergeten. Dus ik, ik, ik begin Mooi. tegenwoordig dat mijn, 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 als ze mij als eerste krijgen, begin ik daar ook mee met waarom ik deze les aanpak heb. Dat ze echt denken. Oh, hij heeft hierover nagedacht. En dan zie je dus ook, als ik zeg: hé, hey, ik haal nu iets terug. Want ik wil uh, uh, la, je, jezelf en mij laten zien of je het wel en niet weet. En bovendien geeft dat mij informatie uh, waarop ik kan handelen. Uh, dan zien ze ook: oh, het, het is best nuttig eigenlijk wat ik doe. En het is dus ook oké okay als ik het een keer niet weet. Want dat, yes. zei, dat, dat, dat zei ik dus vorige keer toen ik deed herhaalopdracht. En toen zei ik: ik vind echt fijn. Gewoon, dat ik een aantal vraagtekens zie van leerlingen die het niet snappen. Nou, dit was echt, ze, ze, ze dachten echt dat ik gestoord was, want ze dachten, waarom is dit fijn? Maar ik wist, wacht even, dit gedeelte moet ik dus nog een keer eh, iets mee doen. Hier moet ik dus een opdracht mee doen of ik moet nog een, een keer iets uitleggen. Maar het was voor mij informatie. En je ziet in het begin dat ze, ze durven bijna geen vraagteken op te schrijven. Dus ze denken, ik word gewoon, gewoon afgemaakt. En ik denk alleen maar, yes, ik word blij van het vraagteken, want dan weet ik, ik moet nog iets. Ja, nou, maar dat is ook, hè, om nog even terug te keren op je punt over uh, ja, dat we ze een beetje opvoeden. He, om, uh, nou ja, om vooral uh, te knikken en uh, net te doen alsof je het <laughs> snapt. Maar Dat komt omdat wij ook. Uh, ja, als leraren kunnen we soms ideeën hebben over ja, hoe ziet een goede les eruit. He, dus een uh, goede les is, die kinderen zitten allemaal stil. Ze, ze, ze krijgen altijd, hè, ze, ze hebben al het. Ze doen hun werk. Uh, er is een docent die uitleg geeft. De docent heeft alles behandeld, wat hij zou moeten behandelen. Hè. Dus het is op een of andere manier aan leerlingen gepresenteerd. Uh, eh, of ze zijn, uh, ze lijken geïnteresseerd en te, en dat noemt uh, uh, Professor Cohn omdat dat allemaal. Slechte graadmeters voor leren. Ja. Dus er zijn allemaal dingen waar wij op letten, ook bij lesbezoeken. Dat we dan kan het van kijk oh, van, ze zitten allemaal rustig erbij en zo. Ja. Maar er zegt natuurlijk helemaal niks over of ze nou daadwerkelijk de dingen waar de les over gaat, dat ze die ook hebben opgestoken. Dus zelfs al heb je een leerling die je stelt haar vragen en die geeft dan het goede antwoord. En dat je dan denkt, nou dat ging goed, hè, die heeft het goed begrepen. Maar dat zegt natuurlijk niet of iemand het ook voor de lange termijn heeft begrepen. Of nou ja, dat iemand het morgen nog weet of dat hij een net ander vraag wel zou kunnen beantwoorden. Dus het is ook, we hebben soms in onze schoolcultuur ook, uh, ja, ook beelden van wat goede lessen zijn, hè, die dan vervolgens waarvan iedereen dan ook vindt van, oh ja, dat is dan een goede les, waarbij we leerlingen ook ja, eigenlijk ontmoedigen in zekere zin om, om echt te laten zien van, ja, ik snap het niet, of uh, hè, dus, dus juist door dit soort dingen te doen, Fleming, en ze dus ook te, ja, wat jij heel goed doet, is dan vertellen waarom uh, waarom doe ja. ik dit? Hè? En uh, waarom is het van belang? En wat verwacht ik dan wel en niet. Hè? En dat, je, dat het juist ook is om te achterhalen wat ze nog niet begrijpen. En als zij dan ook merken dat je er echt wat mee doet. Hè? Dus die vervolgstap, ook in die definitie van, van William. van ja, oh ja, hij maakt er echt gebruik van. Of ik mag, ik mag er echt zelf iets mee doen met die informatie die ik ophaal. Ja, dat plaatst een leerling natuurlijk ook in een heel andere rol in het, uh, in het leerproces. Ja, ze moeten daarvoor best wel kwetsbaar zijn. Want ik. Want. Ik merk dan dat mensen, dat best, best wel wat leerlingen... en vaak zijn dat in mijn klas meisjes... die echt denken, ja, durf ik wel te zeggen dat ik iets niet snap? Want dan krijg ik straks een uitleg... maar ook, ik word voor dom uitgemaakt... of de docent zal wel denken dat ik dom ben... Terwijl ik denk, nou, dat denk ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk eerder dat het zonde is als je deze kans onbenut laat om te laten zien wat je niet weet. Ik en, snap en, wel dat uh, leerlingen dat bij jou denken, Fleming. <laughs> ja, zeker, <laughs> zeker, zeker. <Bij> als <laughs> in zou ik echt denken. Zo. <laughs> <laughs> nou, deze man die. Zo <laughs> <laughs> <So, so> judgmental. <laughs> oh ja. Nee, ik, ik, ik vind dat altijd, altijd heel mooi om te zien hoe, dat, hoe je dat proces bij leerlingen langzaam zo ziet kantelen. En je ze eigenlijk langzaam. Uh, Ziet, ja, ziet, ziet, ziet accepteren, maar ook ziet wennen aan: hé, hey, ik, ik, ik mag laten zien wat ik wel uh, en niet weet. En dat is dus niet erg. Dat is dus oké. Okay. Ja, ik denk dat het heel mooi is wat jij zegt dat je woorden moet geven aan het proces wat je met leerlingen ingaat. Zeker in het begin. Dat je echt moet zeggen van... het is veilig, een fout te maken mag... en ik gebruik die informatie om mijn eigen les te verbeteren... en om jullie beter te begeleiden. Ja. En dat kan je dan straks ook voor je eigen leren uh, gebruiken. Dat je betere vragen kan stellen of beter vervolgstappen kan maken. En uh, Daarom is het ook zo belangrijk om dus niet... Uh, na te kijken en te administreren. Zodat dat leerlingen, dat het echt... Leren is dat het echt het didactische proces is, waarbij je niet stiekem die informatie toch gaat vastleggen, zodat het misschien later tegen ze gebruikt kan worden. En als je dat soort dingen wel gaat doen, ja, dan, dan wordt het ineens een heel troebel proces. Van ben je nou het leren? Of ben je eigenlijk stiekem toch ook die informatie in het gebruik om summatieve beslissingen te nemen? Of binnen dat summatieve proces weg te zetten? En daarom is dat volgens mij ook heel goed om dat, nou ja, toe te lichten aan je leerlingen. Ja, en het mooie vind ik, zeg maar, naarmate je dat. Meer heb gedaan, langer heb gedaan, dat ze dus op, op, op een gegeven moment eigenlijk zelf al zeggen: Ja, meneer, we doen het hierom. Hè? Dat ik denk: Yes, ik heb een <laughs> soort van victory. En het is nu zelfs af en toe al, dat, dat, dat had ik laatst in mijn havo 5 Toen zei ik: Oké, okay, jongens, we gaan even een herhaalopdracht van vorige les doen. En toen zeiden echt een aantal: Meneer, u gaat dit, dit en dit en dit, dit vragen. En ik dacht echt <laughs> hallo. <laughs> ja, super tof. Ja, en, en je ziet dan gewoon die hele mindswitch die, die gemaakt is. En dat ze eigenlijk veel meer, eigenlijk zelf, zelf ook eigenaar worden van dat leren. Stel een uh, docent die gaat uh, uh, aan de slag met formatief handelen. Uh, en uh, die, die gaat bijvoorbeeld uh, ijstokjes gebruiken. Hè? Dat je dan ijstokjes, dat je de naam van leerlingen erop schrijft. En vervolgens, als je dan een vraag stelt, dan haal je één, uh, één zo'n stokje eruit, staat een naam op. En dan zeg je: Nou, jij moet de vraag beantwoorden. Je hebt natuurlijk ook digitale varianten, dat je eh, op je telefoon of op het smartboard. of eh, noem maar op, kaarten. Hè. Je kan kaartjes maken met namen erop. Maar het gaat om het, het willekeurig kiezen van een leerling die de vraag gaat beantwoorden. Is dat dan al eh, formatief handelen? Welke tool je ook kiest, het gaat er allemaal om dat je het, het hele proces doorloopt. En dat je, het, dat je begrijpt ook. Dat je met het concept bezig bent. En, en je niet laat uh, misleiden door de werkvorm of door de tool. Want de, een van de misvattingen die veel heerst, is dat mensen denken dat het succes hem in de tool zit. Dus, oh, formatief handelen is met ijsstokjes werken. Oh, formatief handelen is lessen up gebruiken, quizzes gebruiken, padlet gebruiken. I don't know. Weet je gewoon wat voor tool. En je, soms zie je dat mensen dan... Uh, stel Fleming, ik werk op dezelfde school en ik wilde net mee beginnen. En dan zie, kijk ik in de les bij Fleming en zeg ik: Fleming, wat doe je nou eigenlijk met dat formatieve handelen? En ik snap niet helemaal wat hij zegt. En ik hoor dat hij iets zegt met Padlet. En dan denk ik: Oké, okay, ik ga maar ook dat Padlet gebruiken dan. En nou, en dan uh, stel ik daar vragen op. Maar ik weet echt niet zo goed wat ik met informatie moet. En ik loop helemaal vast met Padlet, want ik heb dat nog nooit gebruikt en ik snap het niet. En ik vind het vet irritant dat al die. Antwoord tegelijkertijd in beeld komen en dan denk ik dat ze gaan spieken en weet ik veel. En dan loop ik heel gefrustreerd de gang op en dan kom ik Fleming tegen en dan zegt Nou, Fleming, dat vormt die verhandelen van jou. Pff, dat weet ik niet hoor, dat werkt niet zo voor mij. En dat kan net zo goed zijn met die ijstokjes of met, met de random namen uitkiezen. Het, het gaat er om, het gaat om een paar kernprincipes en niet om de tool. Dus je wil dat alle leerlingen aan het denken worden gezet of alle studenten. En je wil toegang krijgen tot alle denken van je leerlingen of studenten. En daarvoor. Kunnen ijstokjes heel goed werken? Of daarvoor kan een app heel goed werken die uh, een random naam uitkiest. Zodat je... Uh, of daarvoor kan je een quizzes inzetten, zodat ze allemaal iets moeten produceren. En dat jij ja, dat makkelijk kan inzien. Maar het gaat er niet om dat je per se een tool nadoet, omdat die hip is of populair is, enzovoort. Maar dat je goed begrijpt dat je die stappen aan het doorlopen bent. Dus dat je goed begrijpt. ik wil heel gefocust en heel gericht een vraag stellen over dat leerproces. Omdat ik op zoek ben naar deze informatie of naar de ik ben op zoek naar of deze misvattingen nog heersen en dat je je dan afvraagt wat zou voor mijn vakgebied en mijn eigen persoonlijke voorkeuren een handige werkvorm of een handige tool zijn om dan in te zetten nou bij zaakvakken moet je heel veel vaak uh, uh, antwoord geven op open vragen en dan is padlet een hele prettige tool Um, bij wiskunde zit je toch vaak met formules en tekenen enzovoorts. En wil je misschien toch liever gewoon dat ze even op een papiertje doen. En dat ze dat papiertje als een exit-ticket aan het einde van de les bij jou inleveren. Of dat je een tool uitkiest waarbij dat allemaal mag. Of dat je zegt: Ja, maar wij zijn een weet ik wat voor iPad-school. Dat kan bij mij heel makkelijk. Ik doe dat zo en zo. Dus daarin zie je dat die tools niet leidend zijn. Maar ondersteunend aan het proces wat je aan het, aan het, aan het doormaken bent. En dat je dus heel goed moet kijken naar ja, wat, wat is dan een handige tool om te gebruiken? Hoe zorg ik dat ik snel die, uh, uh, al die antwoorden kan inzien? Of dat ik ze allemaal activeer? Zoals bijvoorbeeld met ijstokjes. Want het ding van dat random namen kiezen is dat je als leerling of student denkt: <coughs> shit, wanneer ben ik aan de beurt? Gaat ze zo meteen mijn naam zeggen? Uh, ik moet maar wel even meedenken en opletten. En dus uh, dat zijn eigenlijk principes die je moet leidend moet maken voor het kiezen van de tool. En ik vind het altijd heel erg zonde als mensen dan wel beginnen, uh, maar vastlopen door, nou ja, tools. Om, tools of onwennigheid rondom ja. die tools, om die ICT-tools, en dan vervolgens dat hele concept in de prullenbak gooien. En dat is natuurlijk zonde. Ja, ik had in het begin, was zelfs misschien wel nog, nog, nog extremer, toen had ik echt de misvatting, oké, okay, ik ben aan het formatief handelen, dan moet ik ook ongeveer alle beschikbare tools een keer gebruiken. Vraag me niet waar ik dit ooit vandaan heb gehaald. Maar dan ging ik, oké, okay, dan, dan ga ik naar Nearpod kijken. Dan je had je uh, Formatif. Nou, en je hebt nog 80 van die tools. En ik dacht, oh, dan moet ik deze ook nog een keer gebruiken. Oh, die is leuk. Terwijl die leerlingen, die, die worden helemaal turenluurs van al je 728 tools die jij erbij gebruikt. Uh, en pas later dacht ik, oh, wacht even. Het gaat eigenlijk om welke informatie wil je ophalen. En ik, ja, tot mijn soort van verbazing kwam ik erachter. Eigenlijk doe ik dit toch best wel vaak ook gewoon heel graag analoog. Dus met een wisbordje. Helemaal niet met een digitale tool. En dat dat eigenlijk ook oké okay was voor mezelf vond ik best wel ja, een ont ontdekkingspunt, eigenlijk. Dat dat eigenlijk mocht. Want op de een of andere manier wordt het uh, geassocieerd met nieuwe didactiek, dus ook met nieuwe tools, dat het helemaal niet per definitie noodzakelijk is. Het kan een mooie aanvulling zijn, maar het hoeft absoluut niet. Ja, maar als we dat even naast de definitie van William leggen, hè, dus, uh, van Black and William. Dus dat ze zeggen: uh, ja, je haalt informatie op, hè, gericht op, om uh, die te gebruiken als, als leraar of als leerling om tot een vervolgstap te komen. Hè, dus uh, stel uh, je gaat, uh, waarom zou je dan. Uh, wat, wat hebben die ijstokjes in dat hele verhaal dan ermee te maken? Of wisbordjes? Wa waarom is dat van belang? Waarom zijn dat bekende vormen? Volgens mij omdat je daar op een hele laagdrempelige manier snel uh, uh, zicht krijgt op het, uh, het leren van al je leerlingen. Waar al je leerlingen staan. Bijvoorbeeld met zo'n wisbordje. Als ze dan een, uh, een antwoord opschrijven kun je eigenlijk... Nou ja, 10 seconden gaat bij een zin altijd wat moeilijk, maar ik zeg altijd 20, 30 seconden. Ik loop vaak ook wel tijdens de opdracht even langs om te kijken. Dan kan ik heel makkelijk snel zien, hé, hey, wat weten ze nu nog wel? En hé, hey, welke misvatting zit er? Of wat is eigenlijk helemaal niet aangekomen? Ja, en daarop kan ik eigenlijk meteen handelen. En dat maakt dan ook vaak expliciet naar mijn leerling, van hé, hey, ik heb dit en dit gezien. Um, en daarom ga ik nu dit doen. Maar kan je dan niet, uh, dus bij wiskunde zou ik bijvoorbeeld zeggen, van nou, ik schrijf op het bord uh, een som. Uh, vervolgens maken ze die in hun schrift. Ik loop een rondje. En dan. Uh, uh, kijk ik wat ze aan het doen zijn in hun schrift. En dan heb ik zo allemaal informatie opgehaald. die ik dan kan gebruiken. Is dat ook een voorbeeld van. Voor formatief handelen dan? Ja, dat kan. Het kan. Ja, behalve, je moet op een paar, naar een paar principes. volgens mij altijd opletten. Dus zijn ze allemaal, worden ze allemaal geactiveerd. en moeten ze allemaal iets produceren. En heb jij toegang tot dat denken? En als jij dat hebt. Fair enough, weet je. Dan, dan, als die vorm voor jou dan werkt, als ze maar wel allemaal zelfstandig ook antwoord geven. Want wat soms docenten die beginnen met formatief handelen ook nog wel eens doen, is uh, ja, kijk eerst even de stof over. Nou, dan, dan ben je gewoon werkgeheugen aan het, aan het uh, of korttermijngeheugen aan het testen. Uh, of overleg even met je buurman of buurvrouw. Natuurlijk is overleggen een hele uh, prima werk, want dat bedoel ik niet, of heel belangrijk om te doen. Maar... Um, ja, als je even informatie aan het ophalen bent, dan wil je bij die leerling informatie ophalen. Dus dan moet ook die leerling denken. Precies. En, en, en over jouw voorbeeld, voorbeeld net. Um, ik merk als ik rondloop en ik wil in schriften kijken, nou dan moet ik echt een soort van meloepen bij me hebben. Wil ik het kunnen lezen af en toe? Dus volgens mij is dat de meerwaarde van wisbordjes, is dat je eigenlijk heel makkelijk uh, het kun, uh, kan zien. Want dat, dat is bij formatief handelen belangrijk, dat je eigenlijk snel inzicht krijgt, ook, ook in, het, uh, uh, ja, in het leerproces. En het probleem met uh, uh, het opschrijven vind ik vaak dat het best wel moeilijk te lezen is. En dat ik echt heel goed moet kijken. En het mooie hiervan is dat je eigenlijk in één oogopslag kunt zien. Oh, wacht even. Dit is hoe, ja, hoe, hoe het erbij hangt in mijn klas. Ja, en daarbij ook als je dus zo'n wisboordje of zo'n digitale tool kiest. En je zorgt er ook voor dat al die antwoorden inzichtelijk zijn voor al die leerlingen. Dan kan je ook vervolgens bij stap drie en vier veel makkelijker het gesprek... Of op gang helpen over al die antwoorden. Hé, hey, wat vinden we van dat antwoord? Of wat, hoe vaak van uh, alle leerlingen zijn, weet ik veel. Wie van jullie zijn allemaal die in die stap vergeten? Uh, dus juist door het uit dat schrift te tillen. En het wel ook inzichtelijk te maken voor de groep, heb je wel ook zoveel meer mogelijkheden nog om, nou ja met elkaar te praten over die informatie die is opgehaald. En wat ik zelf ook een hele leuke vorm vind, dus, en daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad, van die uh, diagnostische uh, meerkeuzevragen, uh, waarbij de misvattingen verstopt in die antwoordopties. Zonder dat jij als al het goede antwoord verklapt, kan je eerst ook daar het gesprek over voeren. Van welk antwoord had jij, Fleming Licht dus toe. Welke antwoord had jij, René? Licht dus toe. Nou, en als je nog een paar andere mensen vraagt en dat je dan bijvoorbeeld opnieuw stemt. En dan ben je wel ook met z'n allen daarmee bezig en voer je heel duidelijk dat gesprek over leren, over de misvattingen die erin zitten. En ik, ik vind dat het nadeel van als je alleen als docent rondloopt. Want dan heb jij wel, gebeurt er wel heel veel in jouw hoofd. Maar het is wel heel moeilijk om, om dat ook weer ja, ja, zichtbaar te maken en te bespreken met leerlingen vervolgens. Ja, en ik vind het bij open vragen een, een meerwaarde dat je veel makkelijker het, uh, het antwoord van een leerling, uh, dat je er drie, drie uit kunt pakken. En oké, okay, we gaan die eens met elkaar vergelijken. Dus eigenlijk kun je dan heel mooi uh, ook meteen de koppeling maken om aan kwaliteitbesef te doen. Mm. Uh, en dat leerlingen eigenlijk antwoorden van elkaar zien en denken, oh wacht even, dit deed ik dus eigenlijk ook fout. Of, oh hé, hey, dit doen we eigenlijk allemaal al best wel goed. Dat is, dat, ja, dat, dat is hele waardevolle informatie uh, voor de klas, maar ook voor, voor de individuele leerlingen. En voor jou als docent om te weten, hé, hey, ik moet dus deze vervolghandeling plaatsen. Ik, ik heb nog een vraag voor jullie. <laughs> Kom maar op. Kijk, nou, stel, je, stel ik neem wel een formatieve toets af. Dus ik, ik heb gewoon een toets voor mijn leerlingen mm -hmm. aan het einde van het hoofdstuk om te kijken of wat ze nog moeten doen ter voorbereiding van de uiteindelijke toets. Dus ik, ik neem die af. Mijn leerlingen gaan daar, die kijken het bijvoorbeeld zelf na. En die, die zien dan van oh, ik kan dit wel, ik kan dit niet. En besluiten vervolgens dan: oké, okay, ik, ik moet dit nog bestuderen, want dat gaat nog niet zo goed. Is is dat dan een voorbeeld van formatief handelen? <laughs> we blijven allebei een soort van beetje stil. Nou ja, volgens mij is het wel. Ik weet niet of ik het een heel goed voorbeeld vind, maar het is wel een, een, een in mijn optiek. Het kan een start zijn. En ook het start, uh, een start in het denken, in het nadenken over vervolgstappen. Ik geef bijvoorbeeld wel oefentoetsen, gewoon omdat ze dan een keer uh, zien hoe zo'n eindexamen eruit ziet. En dan. Onderaan de vraag staat, er een, uh, uh, staat, heb je deze vraag nou fout, dan kun je deze opdracht nog een keer oefenen. Ja, dat zorgt er wel voor dat ze, dat ze kunnen handelen naar de informatie die ze hebben opgehaald. Alleen uh, het hele klassikale aspect valt, valt eigenlijk weg. Het gesprek over, formatief, uh, over het antwoord valt eigenlijk vaak weg. Ja, en is dit nog een nadeel aan? Kijk, het is op zich een hele interessante vorm en ik, ik zou hem ook zeker niet helemaal afschieten. En ik denk ook dat hij echt wel de moeite waard is om... Af en toe ook te doen. Want eigenlijk laat je nu de leerling heel zelfstandig het proces. informatieve handelen doorlopen. Ook al is het een vrij grote. Uh, vorm die toets. Maar wat een leerling ook vervolgens besluit. eigenlijk bij stap vier. om te doen met die informatie. over zijn eigen leerproces. dus hij, zee, hij ziet. hé, hey, ik heb die fouten nog gemaakt. want hij gaat zichzelf nakijken. of hij is nagekeken door een buurman of buurvrouw. Je, je weet nooit helemaal. als jij als docent niet ook. toegang krijgt tot die informatie. of ze de juiste keuzes hebben gemaakt en of ze de juiste uh, conclusies dan hebben getrokken. Ook al heb je zelf, zoals jij zegt, Flemming, um, jij stel dat helemaal voorgekoud. Ja. Je hebt deze fout gemaakt. Je moet nu dit of dat gaan bestuderen. Dan weet je nog steeds niet of ze het echt begrijpen. Dan weet je nog steeds niet of ze nu zelfstandig de juiste conclusies hebben getrokken of dat ze zelfstandig nu in staat zijn om een nieuwe vraag correct te beantwoorden. En daarom, ja. Ja, volgens mij zit, zit daar dus ook een, een van de uitdagingen hierbij. Is dat je uh, nog een keer zou moeten checken. Hé, hey, hebben ze het nu wel begrepen? Ja, en dan kom je weer op het probleem dat die toetsvorm dus heel groot is. Ex ja, en, en ga, hoe ga je dit gedifferentieerd doen als je tien vragen hebt? En iedereen heeft ergens anders een, uh, iets wat een leerling niet weet. Ja. Ja, ik zou zelf ook... Uh, eh, ik denk dat het... In theorie zou kunnen werken. Ja. He, dus dat, uh, en dat het op zich ook best wel valt binnen de definitie die Black en William hebben gegeven, bijvoorbeeld. Alleen dat het eigenlijk niet trouw blijft aan een aantal uitvoeringsprincipes. He, dus dat, dat daar eigenlijk het probleem zit: van ja, het zou in theorie kunnen werken, maar het is wel erg lastig om het echt goed te doen. Bijvoorbeeld, hè, wat mijn commentaar zou zijn op uh, uh, als iemand zegt van nou, ik doe dat aan het einde van het hoofdstuk, dan zou ik zeggen ja, maar dat is wel heel erg laat, ten eerste, om erachter te komen dat leerlingen nog steeds dingen niet kunnen. Ja, dan zou ik het liever, als dat het enige is wat je doet, dan zou ik het liever opbreken in kleinere stukjes en al veel eerder kleinere onderdelen doen, want dan kun je er nog echt wat aan doen. Hè. Uh, ik zou bijvoorbeeld ook veel liever zo'n diagnostische toets dan aan het begin van het hoofdstuk afnemen... Ja. in plaats van aan het einde... om te kijken van ja, wat, wat begrijpen jullie eigenlijk al wel en wel of niet? Of zij krijgen een beetje een beeld van wat er gevraagd wordt. En bij wiskunde is het vaak zo dat je dan... Hè, wat ik zou doen, ik zou dus tussentijds veel meer checken... hoe gaat het bij bepaalde onderdelen... Hè, daar mijn lessen op aanpassen. Dan heb ik aan het einde eigenlijk niet zo'n zo test nodig... om erachter te komen wat ik wel of niet kan. En leerlingen eigenlijk ook niet. Dus in die zin overbodig. Maar... Wat, waar het wel interessant voor is, is dat je vaak verschillende dingen moet kunnen. En je moet als leerling uit, uitvogelen: wat moet ik nou wanneer doen? En dat is een beetje de ingewikkelde. Hè, welke strategie moet ik nou waar toepassen? En, eh, en dat is wel. Iets waar je zo'n grotere toets voor zou kunnen gebruiken. Maar zelfs dan zou je dat ook weer kunnen opknippen in kleinere stukjes, zodat je ook iets hebt om het over te hebben. Want het risico is dus dat je straks uh, heel veel dingen hebt om het over te hebben. En dat lukt dan niet aan het laatste stukje. Dus dan kun je het beter toch wat kleiner maken. Van ja, waar ben ik nou precies naar op zoek? Dus. Uh, ja, en, en volgens mij is dat is het dan ook een uitdaging als je zo'n grote, uh, zo zeg maar, zo zo grote oefentoets doet: dat uh, je heel veel tijd kwijt bent voor, voor het, het, het bespreken of het handelen erop. En dat, nou ja, stel je gaat na twee of drie lessen nog een onderwerp behandelen wat eruit kwam. Ja, die leerlingen hebben, zijn bijna alweer vergeten wat ze hebben geantwoord. Dus de feedback komt eigenlijk veel te laat. Je wil de feedback eigenlijk zo snel mogelijk geven, zodat ze meteen uh, gaan handelen op uh, het gedeelte wat ze nog niet wisten of waar ze zichzelf in kunnen verbeteren. En uh, daarom uh, doe ik dat inderdaad ook. Ik knip hem het liefst in kleine stukjes, want dan kun je, uh, kun je jij, maar ook die leerlingen kunnen eigenlijk meteen handelen. Ja, ja wat ook zou kunnen nog, hè, is dat je, dat je nog, nog weer net iets anders aan Aanvliegt, dat ik weet niet of dat normaal Nederlands is, maar wat je, uh, wat je. Kijk, naar mijn idee is het zo dat aan het einde van het hoofdstuk moeten leerlingen of studenten hè, zelfstandig in staat zijn om iets te kunnen. En uh, ik heb wel eens een verhaal gehoord van een docent, die dan uh, bijvoorbeeld zei: van, ja de laatste twee lessen ga ik je niks meer uitleggen. Ik ga je ook geen feedback meer geven, want ik vind dat je het zelfstandig moet kunnen. En dat was heel frustrerend voor die leerlingen, want die zaten allemaal te klagen. Van ja, wat, dat, waarom legt hij niks uit? Maar ze wisten ook van ja, hij gaat het gewoon niet doen. En dan moesten ze zelf op zoek gaan. Hè? Ze moesten zelf op zoek naar van ja, wat, wat begrijp ik dan nog niet? Uh, hoe hebben anderen dat gedaan? Uh, nog een keer terugkijken in het boek. En ze waren dus aan het einde heel actief. He, dus hij gaf ze in die zin wel iets om mee te werken. Zo'n soort toets aan het einde. Maar volgens moesten ze dan zelf uitzoeken of het allemaal klopte of niet. Ja, en dat, en dat is denk ik dan ook in dat stadium wat je van ze verwacht. He, dus uh, ik, de, misschien is het wel zo dat als je nog te veel gaat ja, scaffolden he, of te veel gaat ondersteunen nog aan het einde. Ja, dat je dan eigenlijk nog steeds ja, niet uh, achterhaalt wat ze nou eigenlijk kunnen of niet. Dus, uh, dus wat dat betreft. Uh, nou ja. Uh, zou ik zeggen dat zo'n zo toets aan het einde dat dat een hele ongelukkige vorm is ja. Ja. om te hebben. En uh, zijn er als je toch ergens tijd en energie in steekt, kun je dat beter doen in andere dingen? Precies, denk ik ook. Oké, okay, dan heb ik nog een vraag voor jullie. Um, als je stel, ik heb een formatieve toets uh, en die uh, telt mee op magister met weging 0. Uh, we gaan dit, even intern huilen, ja? We ja, zijn dit, even intern aan het huilen. Dit is mijn reactie. Maar er gebeurt toch heel veel op school, hè? Ja. Ja, dat I is weging we, 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 we 0 in magister. Ja, het kan, telt, telt niet mee. Nee. Is, is formatief. Nee. Het is gewoon echt. Dit vind ik echt het meest slechte idee. Eens, of eens. Van de planeet, nee. Nou, weet je waarom? Om meerdere redenen. Natuurlijk, probleem nummer één hebben we het al net aan het begin over gehad: doet. Dus het is, je hebt een probleem met de vorm. Dus het blijft dan zo'n los, instrumenteel moment. Waarin de vervolgstap heel lastig wordt om te organiseren. En probleem nummer twee: je hebt hem nagekeken. Probleem nummer drie: je hebt hem ook nog. Ja. Geadministreerd, beoordeeld. ja, je hebt hem beoordeeld en dan met weging 0. Dus dat kind komt thuis en dan zegt papa, mama, waarom heb jij ja. een vier voor je formatieve toets? Dus het is, het is heel, eigenlijk niet veilig. Er zit stiekem wel een consequentie aan en dan, want het nadeel is... En zeker natuurlijk met corona was dat helemaal een ding. Toen konden we in eerste instantie allemaal niet meer summatieve beoordeling of summatieve toetsen op onze standaard manier doen. Dus toen dan is de verleiding heel groot om naar dat soort informatie te gaan kijken. Naar die weging nul in magister, die prachtig staat geadministreerd bij de rapportvergadering. En dan zeg je: Nou, laten we eens dus even kijken hoe Jantje Pietje het heeft gedaan. En dan nemen we dat mee in de, in de ja, beoordeling over de voortgang. Of, of een, kind dan, een leerling dan over kan, ja of nee. Maar dat is. Dan haal je zo die processen door elkaar. Dan, en zeg ja, vol, ja, volgens mij mis je dan de essentie van formatief handelen. Want volgens mij is, is de essentie van formatief handelen dat leerlingen uh, uh, hun denken durven zichtbaar te maken. En op het moment dat het in magister komt, dan word je gewoon ja, afgerekend. Ik, ik heb leerlingen nou die durven echt niet thuis te komen met een onvoldoende. Want dan komt papa of mama. Nou ja, dan, het zorgt er dus voor dat die leerlingen eigenlijk helemaal niet meer durven denken. Alleen maar denken. Oh, ik, ik moet iets presteren. Ik moet iets presteren. Ik moet iets presteren. En dan staat er wel weging nul... Maar toch staat het er en toch is het zichtbaar. En toch voelt het als een afrekenmoment. Ja, er zit gewoon stiekem consequenties aan. Dat is het probleem. En ja. je, je bent toch aan het leren en fouten maken mag. En dat vind ik het prachtige van een het weet, je, het, je veegt het letterlijk uit. Er valt niks te administreren. Want je moet dus heel helder hebben in je hoofd. Waar ben je nou mee bezig? Ben je aan het leren? Waarbij je dus die administratiedrift. Die wij af en toe in het onderwijs of in Nederland hebben. echt helemaal moet laten varen. Dat hoeft niet. Je kan gewoon prima die didactiek perfect laten werken. Waarbij er heel veel geleerd wordt. en het niet per se dat je dat hoeft vast te leggen. En dan zeggen de docenten. ja, maar ik heb acht klassen en zoveel leerlingen. dan weet ik het echt niet meer allemaal van die leerlingen. A, ah, maar ja, hoeft het misschien ook niet allemaal van al die leerlingen bij te houden. Zij moeten dat zelf eigenlijk bijhouden en weten. En als er dan toch dingen zijn die je heel erg opvallen. dat was bij mij ook wel eens. dan maak je daar gewoon persoonlijk zelf een aantekening van. dus niet met weging nul in magister. En het, het, het andere rampenplan wat erbij bij komt. Sorry voor mijn frustratie. <laughs> Kijk, we hebben natuurlijk heel veel uh, uh, problemen. Of nou, althans, een van de grootste problemen in het voortzet onderwijs, en misschien wel uh, breder, want ik las ook op LinkedIn dat het in het HBO uh, ook een groot probleem is, is dat we te veel beoordelen, te veel summatief uh, te veel informatie verzamelen. Dus te veel toetsen, om het maar even gewoon Jip en Janneke het zeggen. Um, en in het VO loopt dat soms de spuigaten uit. Meer dan één cijfermoment per dag gemiddeld. In MAVO 3 of enzovoort. Nou, daar willen we natuurlijk van af. Want dat, dat, dat heeft allemaal nadelige gevolgen: prestatiecultuur, stress uh, enzovoort. Meten, zweten, vergeten. Ja, precies. Korttermijn leren, uh, niet langetermijn leren. Dus daar dat willen we dan allemaal van af. Maar wat, waar, waar de denkfout dan vervolgens start, is dat we zeggen oké, okay, we gaan minder summatief toetsen en meer formatief handelen. Dan, dan mogen voor mij echt de krekelgeluiden ingezet <tie> <tie> worden, want formatief handelen is didactiek die gaat over het leerproces verbeteren en is naar mijn idee de weg naar een summitief moment toe. Maar het is niet een alternatief voor summitief handelen. Dus als je of als beslissen en summitief beoordelen, dus als je daar aan die knop gaat draaien, als je dat minder gaat doen, wat prima is. Is niet per definitie zo dat formatieve handelen dat gat helemaal opvangt. Of dat je dus die formatieve informatie, wat sommige scholen dus gaan doen, met weging nul magister gaan zetten, omdat ze denken: ja, maar ik moet toch iets administreren, want ik heb nu minder cijfers. Dus je, die hoeveelheid cijfers hebben natuurlijk dat summatieve systeem. Ja, daar zijn we heel erg. Expert in geworden. Je kan er kritiek op hebben, maar we zijn er wel heel erg goed in. We kunnen dat, die processen allemaal prachtig inrichten en allemaal richting dat examen. We zijn daar helemaal heel bedreven in. Ja, het heeft ook wel iets triests, hè, in zekere zin. Dat je. Dat je zegt: van Oké, okay, we hebben een heel groot probleem. Hè? Dus we hebben summatief toetsen. We hebben heel veel summatief toetsen. We nemen ontzettend veel toetsen af. Hè? Meer dan één per dag. Uh, daar gaan we wat aan doen. Uh, dan zeg je: Nou, dat gaan we dan doen met formatief handelen. Maar je begrijpt eigenlijk niet zo goed wat dat is. Maar wat nee. je dan doet, is dan pak je gewoon al die toetsen die je eerder had. En dan, die zet je met weging nul in magister. Ja. En dat is het dan. En dan maar denk ik: Ja, maar de, en, en in zekere zin is, is het zo dat je met formatief handelen, als je het goed doet. Kun je best wel de motivatieproblemen die ontstaan, hè? omdat je heel veel extrinsieke motivatie weghaalt, moet je gaan werken aan intrinsieke motivatie. En formatief handelen zou daaraan kunnen bijdragen, andere dingen ook, hè? maar formatief handelen ook. Eh, als je het goed doet, eh, maar dat is dan een beetje de tragiek van de situatie dan, hè? is dat als jij. Een formatieve toets met weging nul in magister zet. Ja, dat is eigenlijk zo'n brevet van onvermogen, in feite. <laughs> hè, dat je gewoon echt niet begrijpt waar het over gaat. Nee. En dat je je ook echt afvraagt: van ja, als je als school besluit om met formatief handelen aan de slag te gaan. dan zou voor mij de eerste stap zijn dat je, je eerst gaat onderzoeken: wat betekent dat eigenlijk? Hè? En hoeveel scholen er wel niet zijn die dan. Al begonnen zijn met formatief handelen en dan zeggen, ja, het zou goed zijn als iemand ons komt informeren over wat het ja. eigenlijk is. En dan denk je, ja, daar heeft dus niemand iets over gelezen. Eh, niemand heeft een podcast geluisterd. <laughs> <laughs> en, en er was ook geen podcast voor die Vandaver Dummies. Dus nee, dan okay. hebben we dan yeah. okay. ja. eh, je, je hebt geen, geen webinar bekeken. Er zijn webinars van Dylan William. Er zijn online cursussen. Er, is echt superveel. er zijn blogs. Er is superveel. Je hebt gewoon je nergens in verdiept. Helemaal nergens in. Want je hebt echt geen idee waar het over gaat. En dat is gewoon de, de tragiek van, van dit hele verhaal. Eh, is dat, en, en, wat je, en dan zegt iedereen tot slot dan... Van ja, oh ja dat formatief handelen werkt ook eigenlijk. niet. Want, uh, ja, ze wilden de formatieve toets niet eens maken. Ja. En dat is dan de, uiteindelijk de... Ja, ja nou, mijn, mijn collega zei toen, toen, toen we aan, aan het begin van het proces, toen we hier bij mij op school ingingen, uh, uh, in van, van ik zie bij sommige collega's, dan, dan komt het formatief handelen en dan denken ze, ik moet eigenlijk hetzelfde gaan doen in een nieuw jasje. En volgens mij is dat precies ook de denkfout. Van we moeten hetzelfde gaan doen. Dus we moeten die toets niet summatief, maar dan maar formatief maken. Maar wel diezelfde toets geven. Terwijl het volgens mij een, een andere manier van denken is. Je, je, je denkt namelijk uh, na over heel iets anders. Namelijk over hey, welke informatie heb ik nodig. En als die, als die denkstap gemaakt is. Ja, dan pas uh, uh, kun je daadwerkelijk echt gaan ontwerpen naar goed onderwijs. waarin formatief handelen een plek heeft. Ja, maar zou je dan ook kunnen zeggen dat, uh, stel ik heb een toets, hè, dus uh, stel ik geef bijvoorbeeld les op het hbo en ik, uh, en ik heb een uh, formatieve toets, uh, die, de, waar je dan vijf EC voor krijgt, dat zijn dan van die punten. <laughs> maar, maar ik heb er wel goed over nagedacht, hè, dus ik zorg wel dat, dat het allemaal informatie oplevert waar een student ook weer mee verder kan. Hè. Dus ja. er komen dingen uit waarvan je zegt van, oké, okay, dat zijn nou echt dingen hè, die je beter kan doen. En die student gaat dat dan ook doen. Hè? Dus die gebruikt die informatie ook om te verbeteren. Ja, dat is dan toch wel een voorbeeld van formatief handelen. Dat past helemaal binnen de definitie. Nee. Nee. <laughs> Zij, zeiden ze in koor. Nee, waarom die vijf EC's? Ja. ja Want nee. de, ja. je bent toch aan het leren? Of ben je maar, eigenlijk informatie aan het verzamelen die je gaat gebruiken om een summatieve beslissing te maken? Maar, wacht, ja, maar laat ik het ik... concreet, hè. dus stel oh. je voor ik, ik heb gewoon een vak, hè. dus ik ben een eerstejaars studentje, ik, zit, ik ben aan het leren over hoe je dieren moet verzorgen of zo, bij dierengeneeskunde en, en moeten diagnosticeren en dat is nog lang niet alles natuurlijk, want ja, diagnose is één ding, hè. je moet ook nadenken over een goede behandeling, maar dat vak heb ik allemaal nog niet gehad, dus... Nou, en dan komen dan, hè, dus ik, ik krijg dan een toets. Ik heb al zo'n hele module afgerond, en uh, ik, ik zou daar dan punten voor krijgen. Uh, en daar komen dan dingen uit hè, van nou ja, hè, de, je hebt een paar punten in je diagnosticering zijn niet zo goed nog, maar, uh, hè, de, maar dus dat kun je verbeteren, maar later moet je dat nog een keer mee aan de slag. Want later moet je ook uh, nog een keer gaan diagnosticeren. Dus, dus wat, is, wat is het probleem dan precies? Ja, volgens mij zit met dat afsluitende karakter. Dat is volgens mij het 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 het, 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 het belangrijkste op welk moment uh, uh, sluit je eigenlijk voor 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 die lessenreeks die je die je aan het geven bent? Sluit je eigenlijk af en wil je zien of ze een bepaald eindniveau hebben? Een bepaald Precies. niveau hebben. En Volgens mij is dat het moment om, zoals wij dan zeggen, te gaan summatief handelen, summatief beoordelen. Um, en dat betekent inderdaad niet dat je daarna nooit meer kan leren. Dat zou wel een beetje zonde zijn. Als je dan hier, je summatieve beoordeling, nu hoef je nooit meer te leren. Dus volgens mij zit daar uh, een belangrijk verschil. Ja, dat denk ik ook. Het zijn gewoon twee verschillende soorten processen, die allebei gaan over het informatie ophalen, maar de beslissing die je maakt is heel anders. Dus of je, 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 neem, je maakt een beslissing aan de hand van die informatie in het kader van het leerproces, waarbij de fouten nog heel duidelijk een onderdeel zijn van het leren en je nog niet. Uh, de behoefte hebt, of uh, omdat je ook met dat proces niet bezig bent... om die informatie dus vast te leggen. En er komt een ander moment, bijvoorbeeld, precies zoals Flemming zegt... meer op het einde van een lessenserie, op het einde van een module... waarbij je heel veel hebt gedaan aan die didactiek... heel veel feedback hebt gegeven. En je, dan komt de vraag, kan ik het nu? En, en je wil ook dat die student of die leerling dan het laat zien. En dan staat er wat op het spel en dan ben je dan ook heel transparant over. Dus dan voorkom je ook dat je eigenlijk continu aan het beoordelen bent en continu eigenlijk misschien stiekem allerlei summatieve informatie en summatieve beslissingen aan het maken bent. Want dan krijg je juist weer dat er eigenlijk constant wat op het spel staat en dat er heel veel stress ontstaat. En daar wilden we juist van af, toch? Dus volgens mij is het super belangrijk om heel scherp te hebben als docent, ja, wanneer ben ik met wat voor proces bezig? in mijn onderwijs. En welke beslissing ben ik eigenlijk wil ik eigenlijk gaan nemen? Ben ik nog heel erg met leren bezig of ben ik eigenlijk meer richting het einde bezig? Staat er wat op het spel af karakter? En nu wil je dat die student gewoon laat zien dat hij het kan. En in die zelfstandigheid. Ja, maar als docent is het toch nooit dat iets af is, toch? Ik bedoel uh, wat wat je veel docenten wat ik als wat veel docenten doen is dat ze zeggen: "Nou, ik heb een hoofdstuk" Uh, ze maken een afrondende toets. Krijg je daar een cijfer voor. Eh, die zet zich wel op Magister of op uh, somtudee of, uh, of hoe, hoe, hoe dat allemaal heet, zeg maar. En, dan, en daarna ga ik dan de toets met ze bespreken. Uh, eh, om ook, uh, ja, dat ze hopelijk nog wat ervan opsteken voor, uh, voor een volgende keer. Dat we ja, met hopelijk, het onderwerp anders ja, gaan. Hopelijk. Als er geen landingsplek is, gaat het niet gebeuren. Wat bedoel je dus, met de landingsplek? Dat, de, dat die student, dat die leerling er echt nog wat mee moet doen. Dus dat nabespreken, die feedback die je dan geeft aan de hand van zo'n toets, kan allemaal heel leuk en aardig zijn. Maar als, als, voor, voor die studenten, voor die leerling, jij weet als docent heel goed wat je hoopt, wat die student of die leerling daarmee gaat leren en wat hij daar nog allemaal mee kan. Maar dat is voor die student of die leerling. Echt ver van zijn bed, show. Dat duurt allemaal nog honderd jaar. Ik ben toch klaar. Ik heb mijn cijfer binnen. Hoppakee. Ik ben er vanaf in de pocket. Want het eh, is gewoon stressvol. Laten we eerlijk zijn. Naar school gaan studeren. Over het algemeen. Voor heel veel studenten of leerlingen is best stressvol. Want je, je wordt beoordeeld. En dat vinden we. Geen mens, bijna geen mens, vindt dat van nature heel prettig. Dus als je weet dat er wat op het spel staat. Dus ik denk dat als je dat wil. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Van zo'n summatief moment. Toch iets leerzaams maken is het super belangrijk dat je nadenkt over hoe kan je die landingsplekken dan inzichtelijk maken voor zo'n student of zo'n leerling zodat je dat nabespreken ja dat dat effect heeft. Anders zou ik het helemaal niet nabespreken, eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben, nee, en volgens mij, als je, als je dat dan echt goed wil doen, dan moet je dus ook die informatie uh, die, die uit zo'n uh, ik, ik doe dit bijvoorbeeld bij essays, dan 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 daar schrijf ik een aantal comments op, maar. Het jaar daarna moeten ze weer zo'n essay maken. Het eerste wat ze doen, is de, het commentaar, of mijn, 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 mijn feedback van het vorige, vorige jaar erbij pakken. En uh, uh, dat, dat bestuderen en daarvoor zichzelf een aantal aandachtspunten uitformuleren. Dus je moet zorgen dat er dan iets mee gebeurt. Want anders is het eigenlijk loze, loze feedback. Want voor in, in, in het hoofd van een leerling blijft ook het onderzoek. Uh, cijfer is klaar. Cijfer is, 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 is vink gehaald, leer, check. Um, en dan gaan ze niet meer uit zichzelf, als het ware, willen verder leren. Dus hebben volgens mij die, het, hebben we het hier niet eerder over gehad, in, in aflevering 23 of zo? We hebben een goed verhaal hierover gehouden. <laughs> nou, dan kunnen we dit oh, skippen. Daar ben ik klaar mee. Ja, ja, ja. <laughs> jammer dat we die zijn kwijtgeraakt, die aflevering. Maar, oh, ja, dat was maar, die. Ja, ja, Maar, <laughs> maar, maar wat uh, uh, ja, ik denk inderdaad ook dat uh, wat heel veel gebeurt, uh, is toetsen nabespreken. En ik denk dat vanuit het opzicht van leren, dat dat echt een van de meest zinloze dingen is die, die, er, die er is. Dat het rendement super laag is. Dus dat los van dat er heel veel scholen zijn waar ontzettend veel getoetst wordt, waar ook heel veel tijd in gaat zitten, die ook allemaal nagekeken moeten worden, waar ook heel veel tijd in gaat zitten, dat ook het nabespreken van die toetsen, dat het ook echt enorm veel tijd kost, wat, waar bijna geen opbrengst in zit. Je moet echt goed nadenken over hoe je dat zou willen doen. Zodat je er eventueel wat aan hebt. Maar wat jij zelf al zegt, Fleming, de meeste leerlingen denken ook van nou: <laughs> eh, ik heb er niet zoveel aan. Het trucje wat ik wel eens gebruikte was dat ik bijvoorbeeld een cijfer niet teruggaf voordat ik het helemaal ja. had ja. nabesproken. Want dan gingen ze toch wat actiever nadenken nog van: oh, wat heb ik eigenlijk, eigenlijk terug. Maar meestal deed ik dat ook niet echt. Het was meer ja, om te laten zien dat je het goed had nagekeken. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze dan een soort van 0,5 extra kunnen krijgen als ze dan nog uh, vervolgopdrachten maken of als ze, uh, als ze um, antwoorden verbeteren. Ja, maar dat is toch gek? Oh, want dan zeg je in feite. Ja, ik heb. Het is afsluitend. Maar toch dat, niet. Maar <laughs> daarna mag jij het nog een beetje afsluiten. Dus, <laughs> ja. Ja, maar je, je kan er inderdaad over nadenken: van, ja, zou je, hè, zou, kun je dat niet op een andere manier misschien doen? Uh, nou ja, Leerlingen en studenten zijn ook altijd super gemotiveerd wel met zo'n. Uh, uh, toetsbespreking, als er nog een herkansing komt. Want ja, dan valt het nog te verbeteren, dan is de, die landingsplek heel duidelijk voelbaar en dan weten ze, dan ga ik het proberen, nou ja, beter te doen. Maar heel vaak is dat natuurlijk, is er helemaal geen herkansing en heeft het gewoon een afrondend karakter waardoor vaak ook wel dat leren dan een beetje uh, ophoudt. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, er zijn altijd wel leerlingen die het wel heel serieus doen, maar over het algemeen zijn het niet de meest effectieve lessen heen. Ja, en het was grappig voor mij als docent, ik heb echt de, een denkswitch gemaakt. Namelijk in het begin dacht ik elke keer, oké, okay, ik, moet, ik moet nakijken en ik moet toetsen, et cetera. Terwijl ik nu het, het, mijn tijd veel liever uh, besteed in het ontwerpen van onderwijs. Juist hierom om na te denken, hey, hoe kan nou het leerrendement zo hoog mogelijk zijn uh, voor, voor de leerlingen? En uh, ja, kost het mij eigenlijk uh, minder tijd. Oké, okay, nog één nabrander voordat we deze veel te lange podcast die alle kanten op Maar ik hoop wel een leuk gesprek was voor jullie. Ik denk het wel, want het, het is wel heel erg wat, wat wij tegenkomen. Ook wat de eerste vragen zijn en de eerste aandachtspunten als je hiermee aan de slag gaat. Formatief handelen. Maar, even. Wacht even, Fantine. Oh. Wil, wil je nou zeggen dat dit een, ook weer een chaotische aflevering ja, was? Maar misschien, <laughs> misschien wel. Misschien moeten we gewoon ik ga concluderen... Ik niet zeggen dat het jouw schuld is. Nee, nee, doe dat maar niet. Ik, ik, misschien moeten we gewoon concluderen dat dit is wie wij zijn. Ja, ik, ja. Heb ja, ja. ik heb daar vrede mee. Ik heb daar ook wel vrede mee. Gelukkig zijn onze trainingen wel gestructureerd. Ik toch? wilde net zeggen, wij hebben op andere momenten uh, gebruiken wij die, die structuur. En hier gewoon, ja, nee. laat ons even gaan. Ik, ja. weet, ik, ik laat nog een beetje in het midden hangen of, of jij nou echt gestructureerde trainingen geeft. <lacht> <lacht> Laten we dat maar aan de mensen over om te besluiten. Of <laughs> beoordelen. Misschien, je hebt wel een PowerPoint die wat structuur geeft van, oh ja, daar kan je. Ja, maar daar hou ik me dan ook niet altijd aan. Nee, dat was me eerder ook opgevallen. Ja, het zeggen. ik wilde een ja. nabrander doen. Formatief okay. handelen is niet cijferloos werken. Dat is ook iets wat we natuurlijk nog vaak tegenkomen of wat docenten denken dat het dan inhoudt. Je kan prima summatieve cijfers geven. Uh, je kan die ook minderen. Je kan die heel veel doen wat je wil. Maar formatief handelen is heel erg ja de weg naar zo'n cijfermoment toe. En als je dus die didactiek op orde hebt... als je formatief handel op orde hebt... dan is hopelijk zo'n cijfer eigenlijk geen verrassing meer. Idealiter. Omdat je al heel veel feedback, heel veel landingsplekken... heel veel kansen hebt gehad om je te leren van je fouten. Uh, uh, en die vervolgstappen te maken. Dan is hopelijk ja, zo'n zo toets of zo'n zo cijfermoment... Ja, zijn leerlingen of studenten daar klaar voor. Dat is ook mijn eigen praktijk geweest. Dan zeiden dus, ze, mevrouw, kom maar op met die toets... Ik weet wel dat ik het kan. En R. Fleming herkent dat ook. En het neemt ook faalangst weg. Dus als je er gewoon ja. voor zorgt dat die, dat die didactiek staat. Ja, dan kan je prima uh, uh, summatieve cijfermomenten hebben. Alleen natuurlijk. Het is eigenlijk een, een ander vraagstuk. Van ja, hoeveel moeten er dat dan zijn? En op welk moment. Ja. Op welk moment is echt belangrijk. Ja, en waarover. Ik, ja, ik, ik ga jullie iets verklappen. Oh. Nou. Um. Ik, uh, ik ben helemaal voor cijfers geven, <laughs> ah, Oh, ja, maar echt ja, ja, serieus, serieus nee, uit, waarom ben je voor cijfers, cijfers geven. Cijfers, cijfers zijn fantastisch. Uh, iedereen snapt wat cijfers zijn. Uh, iedereen weet hoe het werkt. Uh, dus als iemand een 5,5 heeft, of een 7, of een 9, dan weet je, je hebt een soort inschatting van wat dat is. Het maakt het makkelijk om uh, het, iedereen werkt op dezelfde manier. Uh, het is makkelijk van een collega te snappen. Oh, wat betekent dat cijfer eigenlijk? Ouders snappen het. He, je hoeft ze niet uit te leggen. He, van. oh ja, 5,5 betekent. Uh, nou, krap, vo net voldoende. He, dat hoef je niet uit te leggen. Dat is makkelijk. En dan. Uh, wat sommige mensen dan gaan doen, is dat ze denken: ja, cijfers zijn slecht. En dan gaan ze, komen ze ja. met een ander systeem. Ja. Dan zeggen ze: oké, okay, we gaan werken met onvoldoende, voldoende Kleurs. en goed. Of nee, nog erger: of, kleurtjes. Ja. Ja. ja, of kleurtjes. En, maar dan moet je, dat is dus meteen een probleem. Want je, je moet aan leerlingen gaan uitleggen wat die kleurtjes betekenen. Je moet en aan ouders, ouders gaan uitleggen wat die kleurtjes betekenen. Je moet aan je collega's uitleggen <laughs> wat een bepaalde kleur voor jouw vak betekent. En vervolgens moet je dan, ga je dan een kleurengemiddelde maken of zo. Hè? Dus hoe? Hoe ga je daar dan nou precies over praten? Hè? Dus dat lijkt me best wel lastig. Maar dat heb je bij. En het is ook nog eens minder informatiegraden. Dus je hebt. Als je cijfers hebt, heb je. een cijfer van 1 tot en met 10. En nu heb je maar drie gradaties. Hè? Onvoldoende, voldoende en goed. Of zeer goed kan je eraan toevoegen. Dus dan een vierde. Maar het is nog steeds heel erg weinig. Dus het is een. Ik had natuurlijk 10 kleuren, maar dan wordt het ook weer heel erg ingewikkeld naar mijn idee, hè? dus ik ben cijfers ben ik helemaal voor. Ik denk dat het een goede manier is om om iets te doen. Hè? Wat je eh, wat je zou kunnen doen is je zou eh, natuurlijk de eh, gebeurtenissen van school in New York heeft dat dan, dan krijg je gewoon alle leerdoelen die een leerling gehaald heeft eh, of niet gehaald heeft. Maar ja, die ouders die schrikken daar natuurlijk wel van, want die zeggen van ja wacht even, eh, ja wat betekent dit eigenlijk allemaal? Hè? Dus dat dat is meteen dan de vraag die er. Uh, uit, uh, uit naar voren komt. Dus daarom zijn cijfers denk ik heel goed. Maar wat ik denk dat een... een en het is ook een beetje ja, alles of niks, zeg maar. Hè. Dus je had eerst heel veel cijfers. Ja. En vervolgens ja. zeg je, laten we nul cijfers ja. doen. Of een heel ander systeem. Ja. Terwijl, volgens mij is het, uh, gaat het helemaal niet over de kwantiteit van cijfers. Hè. Dus, want stel je hebt 140 toetsen en je maakt er daarna 120 van. Ja, what's the difference? Het maakt, maakt niet per se een verschil. Want volgens mij is het probleem helemaal niet zozeer de kwantiteit. Al heb je daar natuurlijk wel een aantal problemen komen daaruit voort. Zoals die korte termijn leerstrategieën en prestatiedruk en, en al dat soort dingen. Dus, maar volgens mij is het echte probleem veel meer kwalitatief. Dat het gaat over ja, welke doelen streef ik nou eigenlijk na? En wat is nou een goede manier om, om te beoordelen of een leerling ook die doelen bereikt heeft of niet? En volgens mij als je gewoon een heel goede toets maakt... Dan heb je helemaal niet zoveel toetsen nodig. Volgens mij heb je dan minder toetsen nodig, maar dat is niet per se het argument. Ik denk dat je gewoon goed moet kijken naar van ja, welke informatie heb ik nou nodig om goed aan het einde van het jaar te kunnen inschatten. Of een leerling bepaalde doelen heeft gehaald of niet. Ja, en dat vraagt dus ja. weer ook bewustzijn over je curriculumontwerp en bewustzijn ja. over je doelen. En ik zou je gebruiken het woord toets, maar dat vind ik ook het mooie van de backwards design, dat je misschien beoordelingsproduct kan gebruiken, want de toets is heel eenzijdig natuurlijk in zijn vorm. Als we altijd alleen maar... Wat toetsen. is een backwards design? Uh, ja, dat doen zingen? we een andere keer, dus in een andere podcast kunnen ze daar, dan moet je het boek maar lezen, dan kunnen ze daar... Ja, maar, okay, ja, maar achter... mensen lezen geen boeken, daarom luisteren ze naar deze podcast. Oké, <laughs> oké, okay, okay, ik ga het in 30 seconden uitleggen. Uh, Achterwaarts het achterwaartsontwerp gaat over dat je met het eindpunt in gedachten je lessenserie en module gaat ontwerpen. Waarbij je je doelen leidend maakt voor alles. Voor je didactiek en hoofdzakelijk ook voor je beoordelingsproduct. En dat vind ik dus het mooie van dat achterwaartsontwerpen. Dat ze zeggen van je moet dus ervoor zorgen dat wat voor beoordelingsproduct je ook kiest. Of dat nou dus een toets is of iets anders. Uh, dat die recht doet aan de doelen. Je 30 seconden zijn om. Ja, maar Ik was <laughs> al klaar. Uh, je moet recht naar je doelen. En ik, alleen aan je doelen. Kan je nou tekenen. even een summatieve beoordeling geven? Nee. Want, uh, ja, we hadden zeg maar een prestatie. Oh, durf ik niet. Nee. En jij zou binnen 30 seconden <laughs> uitleggen wat achterwaarts ontwerp is. En vervolgens had je het niet af voor die 30 seconden. Dus je krijgt van mij. voldoende. 3,5, ik wil even de rubriek zien hoe je, dat hebt, uh, hoe je tot die conclusie bent gekomen. Ik, gewoon, uh, ik heb gekeken naar iedereen die dit ooit heeft gedaan. En, uh, ja. Maar ik denk het feit dat je het niet, niet op tijd gedaan had, geeft eigenlijk al aan dat het onvoldoende was. Want meer hoeft er dan niet in te staan. Ja. Dat criterium telde gewoon voor 60% mee. Ja, jammer joh. Ja, oké, okay, sorry. <laughs> Volgende keer beter als we het gaan hebben over achterwaartsontwerp. Ja, lijkt me een goed idee. Ja, dat was weer een heel zinloze aflevering. Is dat jouw summatieve beoordeling of jouw formatieve beslissing die jij hier neemt? Ik zei van tevoren al dat het geen goed idee zou zijn. En dat oh. blijkt achteraf toch dat het ook echt een slecht idee was. Nee, ja, ja. Maar, maar jullie luisteren nooit, dat is ah. het probleem. Ja. Ja, of jij ja, luistert ja. gewoon nooit naar ons? Ja, dat sowieso. Maar uh, <laughs> nu hebben wij in onze magister een, een drie staan. Maar ja. wel, hij hij weegt niet mee, maar nee. hij staat er wel. bij Ik deze podcast. had het niet voor geleerd. Ik, ik ga jullie ouders informeren Doen over dit teleurstellende, ja. teleurstellende resultaat. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. hey, uh, nou voor de, voor de luisteraars die denken, nou ik na, na deze zinloze aflevering wil ik ja. nog wel meer luisteren. Uh, voel je vrij om je te abonneren op deze podcast natuurlijk. Dat kan via uh, Apple Podcast of uh, Spotify, dat kan op YouTube, daar, daar staan we ook op. En... Uh, je kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dus als, als we dan een keer op de Toetsrevolutie site, kan je daarvoor inschrijven. En als we dan een keer het hebben over formatief handelen, dan komt dat altijd in onze nieuwsbrief te staan. Je krijgt dan ook meteen 50% korting op een online cursus naar keuze. Uh, ook fijn natuurlijk. En uh, voel je ook vrij om ons vragen te stellen? Dat kan via de mail infolearn.nl. Het kan ook via LinkedIn of via Twitter. Of uh, nou, noem maar op. Je kan ons overal stolken. Je kan brieven sturen. Zullen we ook al verklappen? Ik ga je even onderbreken voordat je nog langer mee met deze saaie informatie doorgaat. Zullen we ook alvast verklappen waar de volgende aflevering over gaat? Nee, want wij weten. Wij nee, wij weten Bel. nooit vooraf Bel. wat de volgende aflevering Bel. gaat zijn. Wel! Nee. Nee, jij weet helemaal niet wat ik allemaal gepland heb en zo, dus dan ga je dingen beloven die, 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 die je niet kunt waarmaken. Nee, maar je hebt allemaal dingen gepland zonder overleg. Zet het outro muziekje maar aan, want dit komt niet meer goed. Mensen hebben geen zin meer. Maar, maar moeten we niet nog, nog iets zeggen over oktober? Nee. Nee, nee, okay. nee, nee we, we doen geen aankondigingen voor oktober. Ik denk dat Fleming verwijst naar het feedbackcongres dat ja, we op 6 oktober 2022 <laughs> gaan organiseren. <laughs> ja. Want als je de podcast over drie jaar luistert, dan denk je, ja, dat is al lang geweest. Daar heb ik niets meer aan. Ja, ja okay. nee, dus uh, dan moeten mensen gewoon, maar als ze actuele informatie willen over al onze activiteiten... Op de website dan, kijken. Dan moet je op de website kijken, toetsenrevolutie.nl... of uh, de nieuwsbrief eh, of uh, Twitter. LinkedIn of, uh, nou ja, de postduif. Uh, Oké, okay, <laughs> en uh, nou ja, dan was dit het uh, en dan, uh, en dan <laughs> tot de volgende keer, hopelijk zinvoller. Ja, ik druk net, net mijn document weg. Ja, handig dit, Flemming. Ja, sorry. Ja. Kan ik gewoon beginnen of zet, ja. doe je hem even opnieuw? Ja hoor, ik knip alles eruit. Oh, top. Open. Of niet, of niet. Ja, en, en misbruikt het later je, ja, Dat kan ook. Mag, mag. Ja, uh, hoezo fouten maken mag. Helemaal niet bij Rekenijmer. Want als jij fouten maakt als je de podcast wordt opgenomen, dan gaat hij je gewoon later ermee pesten door dingen aan het einde te plakken. En dan naar prijsvragen over te bedenken. Hè? Ik voel hier frustratie. Begin waar. Laten we dat maar ja. doen. Hallo en welkom bij de 21. Ene... Nee, Goedemorgen. Ja. Jezus. Lees is moeilijk, ik zei het toch al? Ik wilde 21 zeggen. Zal ik dat voor je uitschrijven? Nee, dit lukt. ik even woorden van maken, Flemming? Nee, dit lukt, dit lukt. Dit lukt. Hallo en welkom bij de 29ste podcast van de Jezus. Oké. Okay. Oké, okay, next. Ja. Je kan slimming komen. Hallo. Hallo. <laughs>